hun ruimte wel. Ja. Hoe lang heeft ze dan voor hen gewerkt? 11 jaar, eigenlijk van net voor de grote doorbraak tot 2 jaar nadat de Beatles gestopt waren. Toen bleef zij nog doorgaan met dat fanmagazine en op een gegeven moment heeft George Harrison de stekker eruit getrokken en heeft hij gezegd, we zijn nu 2 jaar uit elkaar, laten we er maar mee stoppen. George Harrison trouwens, de enige die haar naam ooit uitgesproken heeft. En dat wel op een van de eerste kerstsingeltjes. De Beatles brachten altijd kerstsingels uit, waarin dat ze ook over een entourage spraken. En de naam van Frida Kelly komt daarin voor. Ga eens luisteren. I'm George Harrison. Nobody else has said anything yet about our fan club secretaries, Anne Collingham and Bettina Rose. Not to mention Frida Kelly in Liverpool. Get out, Frida! So on behalf of us all, I'd just like to say a great big thank you to Anne, Bettina and Frida for all the hard work they've done. And we just hope you can go on.